ik ben op de Kop van de Pakweg. Ja. En er is een braderie bezig. En ja, er is ook een bandje. Een bandje die nogal veel aandacht trekt. Want iedereen zit echt naar alle liedjes met heel veel aandacht te luisteren en te glunderen. En ik ga hier naar het meisje die het allervrolijkste eruit ziet. Zij kan er wel heel erg van genieten, hè? Ja, absoluut. Hoe komt dat? Nou, het is geweldig, die muziek die ze spelen. Is heel goed. Is het niet toevallig haar vriendje die hier speelt of zo? Haar vriendje? Van? Oh, haar vriendje of zo. Van? Van de H die nou wegrent. Ah, nee, die is gewoon een beetje verlegen. Het deert ze gewoon niet. Nee, maar het zijn wel vrienden van ons. Dus, het zijn vrienden van jullie. Ja, dus vandaar allemaal Bas en Harold. Geweldig. En Joshua erbij nu. En ze zijn best goed, hè? Ja, absoluut. En ze trekken ook best wel goed met veel aandacht. Het staat nog nu een beetje leeg, maar ik hoop dat het zo wat voller wordt. Dat is wel zomaar. Ja, en hier staat iemand te dansen. Nee, meneer, u danst er lekker op los, hè? Heel even. Oh, hij wil een foto van mij maken. Oké, nou, heel even wachten dan. Lachen. Meneer, is dit lekker te swingen? Ik kan heel goed swingen, ja. Tuurlijk. Ook op deze muziek, want die is net als best rustig. Ik vind het wel hele goede muziek, goede mensen. Beter kan niet hebben. Ja. Oké. Dansen? Ik hou niet zo van dansen, nee. Zullen we even met z'n tweeën foto's maken? Twee? Nee, want ik ben live op de radio. Oké, weer een foto. Okay. Ja, ik moet er gaan, hoor. Oké. Even dus naar de volgende. Wat vinden jullie van het bandje? Wat zeg je? Wat vindt u van het bandje? Ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het leuk muziekje. Ja. Ja, had het niet iets anders gewild? Nee, we komen hier net aanlopen, dus we moeten even afwachten wat het is. Dus zo, dat stukje wat ik hoor lijkt me wel leuk. Nou, mooi. Ja, maar we komen eigenlijk hier voor de braderie natuurlijk. Want er is ook een grote markt hier. Al vanaf vanmorgen vroeg werd het opgebouwd. En ja, het is flink bezig. En hier is een heel leuk raampje met allerlei schaapjes en allerlei aparte producten. Mag ik jullie even vragen, wat is dit allemaal? Ja, nee, ik hoorde je niet. Wat zei je? Wat hebben jullie hier allemaal liggen? Oh, lekkere geitenkoeken en oliebollen. Eitenspulletjes. Ja, en is het ook nog oliebollen te bakken? Zijn die nou extra lekker? Je mag proeven. Oh, echt waar? Oh. Oké, ik wil wel graag een stukje proeven. Ja, hoor. Ja, het gaat. Hier komt ie. Wow, die is wel heel lekker. Mevrouw, hoe komt het dat ze zo lekker zijn? Goed recept. En leuke meiden achter de kraam, hè? Hele leuke meiden achter de kraam. Maar wilt u niet een beetje het recept verklappen? Nee, want dat weet ik ook niet. Ik krijg het van die emmers. Dus dat weet ik ook niet. Oké, dus oliebollenbeslag uit een emmer. Altijd doen. Hartstikke lekker. Gaan we naar het volgende kraampje. Hier zijn allerlei schoenen en tassen. Allemaal van die hele dure Dolce & Gabbana tassen. Volgens mij is dat niet zo, allemaal een beetje criminele zaken. Je hebt allerlei kleren. Hoe gaat de verkoop vandaag? Redelijk. Redelijk. Kan beter, hoor. Ja, het kwam slecht op gang natuurlijk vanwege het slechte weer. Dus we hopen dat vanavond nog wat wordt, hè? Ja, nu is het prachtig weer. Nu is het hartstikke mooi. Hopen dat het nog even blijft tot 9:00. Wordt het misschien nog wat. Ja, ik denk het wel, want er komt echt flinke drukte aan daar nog. Volgens mij komt het helemaal goed. Wie weet. Ik denk het wel. En daar is een meneer, die heeft ongelooflijk veel aardbeien. Dat is echt niet normaal hoeveel aardbeien hij loopt te verkopen. Ik kan hem ook even vragen of hij nog een keer gaat roepen, want hij zat met alles moois te schreeuwen. Meneer, kunt u nog een keer uw verkooppraatje houden? Of wat hij schreeuwde net? Kan jij dat niet even doen? Nee, kom op, doe even. Je bent live op de radio. Ben ik live? Oeh, jee. Nou mensen, we hebben hier heerlijke, lekkere verse Hollandse aardbeien. Drie bakken voor €3. Ze zijn vers en ze zijn zoet. En ze smelten op de tong in die aardbeien. We doen er €3. €3. €3? Drie dozen. Heb je anderhalve kilo aardbeien. Drie dozen aardbeien voor €3? €3. Dus mensen, als u het hoort hier op de radio, kom uit de huizen. Kom hier naar, hoe heet dat hier toe? En sla je slag met die aardbeien. Drie dozen voor €3. Prachtig, meneer. Prachtig. Geweldig. Ik zie hier uw bakje met geld staan, inclusief een aardbei erin. Ja. Maar als ik dat erin grabbel, volgens mij heeft u heel veel opgehaald vandaag. Ja, maar we zijn nog lang niet los. Dus we zijn ze nog lang niet kwijt. Dus tevreden kunnen we nog niet zijn.
Zou het gaan lukken nog vanavond? Als er een beetje volk komt wel, maar het is erg stil. Ja, maar die kant is wel druk daar, want de rest van de markt die is heel druk. Ja, het lijkt me wel. Dus ik zal eventjes, ga ze naar ze toe en dan stuur ik ze naar u toe. Ja, want ik ben nu helemaal aan het einde van de braderie. Maar het eerste gedeelte, daar is het een stuk drukker. Daar ga ik eventjes naartoe. Kijk of hier ook nog aparte kraampjes zijn. Hier heb je een kraampje met allerlei breispullen. Is natuurlijk apart. En hier, dit is wel heel speciaal. Hier ligt allerlei gereedschap. Meneer, wat heeft hier allemaal liggen? Allemaal gereedschap? Het lijkt wel antiek. We hebben hier allemaal oud gereedschap liggen als voorbeeld wat wij inzamelen. Stichting Gered Gereedschap zamelt oud gereedschap in. Wordt door vrijwilligers opgeknapt. Daarna krijgt het een tweede leven in ontwikkelingslanden. Wauw, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, nou, de stichting bestaat al 25 jaar en wij staan hier om de stichting bekendheid te geven. En is het nou ook de bedoeling dat mensen hier in Ede hun gereedschap meenemen en aan jullie geven? Nee, wij staan hier eigenlijk alleen maar om te laten zien wat we inzamelen. En we vertellen de mensen dat het gereedschap kan worden ingeleverd bij de praxis. We hebben een samenwerking al een aantal jaren met de praxis. Daar staat een houten kist met het logo van Gered Gereedschap. En daar kunnen de mensen het inleveren. Dan halen wij het daar weer op. En dan gaat het in de werkplaatsen waar de vrijwilligers het gaan opknappen. En als het dan helemaal weer goed is, dan gaat het naar ontwikkelingslanden. Wauw, dat is wel een erg mooi idee. Heeft u al veel aandacht gehad vandaag en veel mensen die eventjes komen kijken? Best wel veel. Wij spreken de mensen aan en wijzen ze erop dat hun oud gereedschap wat ze in de schuur hebben liggen, dat ze het heel goed hier terecht kunnen. Een hele goede bestemming kan u geven via Gered Gereedschap. Nou, heel erg bedankt. Hartstikke interessant verhaal. Zelfs met de foto's, allemaal mensen. Allemaal arme mensen. En hier ligt natuurlijk een hele hoop gereedschap. Zagen, hamers, schroevendraaiers. Wauw. Prachtig, bedankt. Oké, nou iedereen in Ede, mocht u oud gereedschap hebben, volgens mij heeft iedereen dat, dan kan dat een mooi tweede leven krijgen in Afrika. En, dit vind ik wel weer heel leuk. Ik zie hier barbies. En heel veel mooie spullen. Mevrouw, waar heeft u al deze spullen vandaan? Die krijgen wij allemaal van mensen die het over hebben. En soms komen de mensen te overlijden. En dan, de kinderen willen het vaak niet. Dus dan wordt het naar ons geschonken. En het gaat allemaal naar het dierenasiel, de Hof van Ede. Ah, het Hof van Ede, ja, die kennen we. Hoe gaat het vandaag met de verkoop? Het gaat wel. En het is sowieso heel gezellig. We promoten enorm. We hebben elke vrijdag een rommelmarkt in een overdekte hal. Er komen ook altijd heel veel mensen. En sommige mensen weten dat nog niet. En dat vertellen wij dan nu op deze dag. Dus dan komen ze vrijdag, hoop ik. Ja, dat ligt echt voor iedereen wel iets. Want ik zie horloges en potjes en pannetjes en beeldjes. Regenlaarzen, hele mooie sieraden. En daar wat achter u staat, dat vind ik nog wel het allermooist. Zeker in Heidenweek, een mooie paarse jurk. Hoe duur is die? Die gaat eigenlijk een beetje per opbod. Hij is van de Heidekoningin geweest. En degene die het meeste verbiedt, die krijgt hem. Oh, die is echt van de Heidekoningin geweest. Ja, dat dacht ik al, want het is natuurlijk echt een heidejurk. Weet je ook uit welk jaar? Nee, dat weet ik helaas niet. Nee. Ik denk jaren 70, als ik het zo zie. En is er al opgeboden? Er is al nog verschillen opgeboden, maar het is alsnog iets te kort. Want ja, het is voor het dierenasiel, zoals ik al zei. En hoe meer geld er binnenkomt, hoe liever dat we het hebben natuurlijk. Hè? Mag ik weten wat het hoogste bod is? Het hoogste bod is 10 euro. Dat is inderdaad nog niet zo mooi. Die jurk is veel meer waard. Dat is ook zo, ja. Ja, het is eigenlijk een museumstuk. Nou, misschien dat ik daar nog even kom bieden, want ik vind het echt een prachtige jurk. Bedankt mevrouw. Ik sta nu midden op de braderie tussen een hele hoop kraampjes. Het is heel lekker weer en het wordt ook echt druk. Ik zie ze ook echt gewoon van aan het eind van de straat, zie ik ze echt gewoon met een soort van massa hier die braderie opkomen. Dus dat is wel heel erg mooi. En ja, er is natuurlijk ook van alles te koop, dus dat gaan we maar even eerst kijken. Oh, ik heb hier één kraampje, het staat Beter Horen, dat is van Beter Horen. En er staan echt een heleboel mensen. Volgens mij gaan die zo'n test doen of zo. Even kijken of ik daar iets van kan meepikken. Meneer, wat gebeurt hier allemaal? We zijn een nieuwe test aan het maken. Oh, nou, kan dat misschien ook live op de radio of gaat dat niet? Ja, als u de koptelefoon opzet, kunt u deze koptelefoon opkrijgen en dan kunt u ook een oortest maken. Oh, of is iemand nou net bezig? Misschien ja, dat ik dan... En wat was de uitslag? Goed. Goed, dus je hoeft nog geen hoofdstuk. Nee, nog niet, gelukkig. Hartstikke mooi.
En hoe gaat dat? Kunt u uitleggen hoe dat werkt? Ja, wat er gebeurt is, er komt iemand hier voor het apparaat staan. Die krijgt de koptelefoon op. Die drukt op een toets op het moment als hij een pieptoon hoort. En iedere keer als hij een toon hoort, moet hij zo snel mogelijk op die toets drukken. En dan daarvan komt er een test uit. Hoeveel mensen hebben dat al gedaan vandaag? Ik ben hier nog niet zo heel lang. Gisteren hadden we de 70. In 3 uur tijd ongeveer. Is dat veel? Ja, dat is een mooie score. Ja, dat is leuk. En mensen zijn dus wel heel erg bewust van het feit, ja, of eigenlijk meer nieuwsgierig, hoe het geworden voor staat. Ja, wat is nou echt jullie doel daarmee? Het doel is om mensen bewust te maken preventief, dus dat ze bewust zijn van hun gehoor, dus dat ze het op tijd beschermen. En daarentegen zijn we ook aan het kijken van hoeveel mensen hebben al een hoorbeschadiging en die kunnen dan bij ons in de winkel komen en dan gaan we het uitgebreide testen. Ja, is u ook soms mensen die echt een hele erge hoorbeschadiging hebben of die echt niet goed kunnen horen? Ja, op het moment dat dat hieruit blijkt, dan zullen we die mensen opbellen en dan maken ze eerst een test bij ons in de winkel en die zullen we verder doorverwijzen naar de huisarts en eventueel naar de keel-, neus- en oorarts. Aha, en is dat in Ede al vaak gebeurd? Ja, dat komt in Ede geregeld voor dat er een groot hoorverlies aanwezig is. Ja, en die sturen we dan uiteindelijk door als dat nodig is. Nou, dat is wel fijn. Dat is wel mooi dat u dat doet. Nou, veel plezier nog vanavond. Ja, fijn, hè? Ja. Ja, ik ga het niet zelf doen, hoor, want ik hoor het alleen maar door de koptelefoon die ik krijg van die meneer. En dan kunnen we niet meeluisteren. Dus dat is een beetje jammer. En hier liggen een hele hoop boormachines. Maar goed, dat hebben we net ook al een beetje gehad. Oh, en hier is wel een kraampje, daar staat eigenlijk helemaal niemand bij. Hallo meneer. U hebt wel het rustigste kraampje van de hele markt. Oh, dat verandert wel. Verandert dat? Wacht even. Wat heeft u? Badkameraccessoires, videobanden en een beetje tweedehands spul, radio's. En een kinderfietsje nog voor 15 euro. Nou, dat zijn wel allemaal hele verschillende dingen. Ja, van alles wat. Hoe komt dat? Dat is juist het leuke. Omdat wij een beetje dit als hobby zien. En dat we alles een beetje bij elkaar schapen en dan proberen te verkopen. Is dat ook echt uw baan? Nee hoor, nee. Dit is gewoon puur hobby. Dit is echt hobby. Oké, uw hobby is dus tweedehands spullen en wc-accessoires? Ja, ja, ja. Badkameraccessoires, videobanden en zo. Tuinsproeiers, zeg maar. Een paar lampjes er nog bij. Wat is de allerpopulairste uit uw kraam? Wc-brillen hebben we goed verkocht. En de badkameraccessoires. Aha, nou ik ga eens eventjes goed kijken. Misschien zit er nog wel iets leuks bij. Het fietsje vind ik trouwens ook wel leuk, maar die is helaas te klein. Ja. Oh, de badkameraccessoires, ja, die zijn natuurlijk allemaal hartstikke handig. En het Barbiehuis, dat die nog niet verkocht is. Ja, dat snappen wij ook niet, maar ja. Dat snappen wij ook niet. De prijs is goed, 7,5 euro. Maar ja, er moet net één koper voor zijn natuurlijk. Nou, ik ben zeker dat er nog wel een paar meisjes komen vanavond en die worden helemaal dol als ze dit Barbiehuis zien. Dank je wel. Daar. Nou hier, ik ga bijvoorbeeld met sokken. Sokken, 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 maar helaas niemand erachter. Kan je het zo meenemen, gratis. Dit is wel weer heel mooi. Hier is een kraam met allemaal hele oude boeken en hele mooie oude kaarten met konijntjes en zo. Oh, daar zitten ook twee oude mensen achter. Even kijken of we daarmee kunnen praten. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Kunt u even wat dichterbij komen? Want wat heeft u allemaal? Er ligt volgens mij ook best wel wat oude spullen bij. Kinderspulletjes en servies en boeken. Ja, want hoe komt u daar allemaal aan? Dat is echt prachtig. Dat is voor u een vraag voor mij en weet. Oh, dat is geheim? Ja. Oké, nee, dat is prima. Maar heeft u al veel aandacht gekregen? Nou, in ieder geval van de regen vandaag. Heel veel aandacht. Tot 3 uur toe. Buien. Dus nu is het gezellig. Oh, maar u heeft het niet opgegeven. Dat vind ik al heel goed. Ik heb het niet opgegeven. Nee, dat klopt. Was heel leuk. Ja? Oké. Nou, ik hoop dat u nog veel verkoopt. Dankjewel. Dag. Ja, even kijken. Oh, hier verkoopt iemand allemaal slabbertjes. Allemaal babyspullen. Wauw. Zijn er veel kleine kindjes hier in Ede die... dit kunnen gebruiken? Nou, dat gaat wel, ja. Ik mag niet klagen. Dus, het had beter gekund, maar ja, met dit weer natuurlijk vanmorgen. Maar gelukkig is het nou beter. Dus ik hoop dat het zo blijft. Wel een poosje. Ja, en wie koopt dit soort spullen nou? Zijn dat de moeders of zijn het ook vaders die eraan denken? Veel moeders, maar ook grootouders. Voor de kleinkinderen. Die zijn er ook vrij veel. En ja, die vinden dat leuk. Enkele keer wel eens een vader, maar niet zoveel. Nee. En die vaders die denken niet dat ze slapper te zien van, oh ja, dat kan ons kind wel gebruiken. Hey, wat is nou het leukste spulletje wat je hier hebt liggen? Want ze hebben allemaal leuke
opdruk. Allemaal slabbertjes met allemaal mooie plaatjes erop. Welke is het meest populair? Die schortjes die verkopen we eigenlijk het meest met die dingen erop het ogenblik. Dat gaat heel erg goed. Ja, die zijn wel mooi. Dat zijn hele kleurige kinderschortjes. En dan een zakje erop. Ik help oma. Of ik help mama. Ik help mama. Ik help papa. Oh, die zijn wel leuk. Ja, dat begrijp ik wel. Nou, succes nog. Dankjewel. Hè. Dat is wel leuk. Dat zie je niet zo vaak op de markt. Allemaal van die vrolijke kinderspulletjes. Oh, en dit is ook iets wat je niet vaak ziet. Een kraampje vol met allemaal beelden. Zelfs beelden van varkens en honden. En hele rare honden. Oh, de marktman zit wel aan de telefoon. Maar dan gaan we even naar diegene ernaast. Ja, ik ga gewoon eventjes achter het kraampje staan. Hij is druk bezig. Hij is dat die man van de beelden? Die meneer, ja. Maar ik kan aan hem niks vragen. Hij zit druk te bellen. Ja, maar wat u moet zeggen dan? Ja, verkoopt u een beetje goed, want u verkoopt weer iets heel anders. Wat is dit allemaal? Dat is bouwmaterialen. Is dat handig? Ja. Waarvoor? Ja. Bouwen. Kan bouwen. Ja, want het zijn allerlei ingewikkelde dingen. Hoeveel heeft u ongeveer al verkocht? Ja, dat kan ik niet zeggen. Oh, wacht. Nou is de meneer klaar met bellen. Wacht, ik wil toch echt even naar u, hoor. Wie hoort er bij dit kraampje? Wij allebei. Oké, want wat is dat allemaal? Dat is echt wel heel uniek. Beelden, Griekse beelden voornamelijk. Hij is Griekse Partners, dat is een bedrijf hier op de parken. En die helpt ik vandaag eventjes met de markt. Dus, en loopt dat een beetje? Nee, heel slecht. Oeh. Vanwege het weer, denk ik. En mensen minder te besteden. Dus ja, hoewel het heel goedkoop is hier, die bouwspullen, dan gaat het dan niet zo best. Ja, en die Egyptische beelden, hoe duur zijn die? Die zijn, het varieert tussen de 35 en 7 euro, zeg maar. Hmm. En dat varken daar, dat varken vind ik wel leuk. Dat weet ik even niet. Kost dat het varken? Hoeveel kost dat? Kost dat? Het varken? 15 euro. 15 euro. Nou, daar ga ik even voor nadenken. Ja. Nou, succes nog. Hopelijk wordt het nou nog druk. Ja, zie je alweer allemaal marktmensen die toch niet zo tevreden zijn over de dag. Dat is wel een beetje sneu. Ja, vandaag lag het echt aan het weer.